In deze opgave gaan we kijken naar onder andere de Lorentz-curve, dus naar de inkomensverdeling. De titel is helikoptergeld. Dat is natuurlijk geld wat uit de helikopter zo even over de bevolking wordt uitgestrooid. Laten we maar eens even gaan kijken wat ze daarmee bedoelen. We kunnen zo gebruik maken van bron 5 en 6. De inkomens en vooral de vermogens in Nederland zijn niet gelijk verdeeld. Sommige economen vinden dat de inkomens gelijker verdeeld zouden moeten worden. Andere economen zijn juist voorstander van grotere inkomensverschillen. Eerste vraag. Maak van de onderstaande zin een economisch juiste tekst. Inkomensverschillen kunnen ertoe leiden dat werknemers gestimuleerd worden om intensiever te werken. Daardoor daalt of stijgt de arbeidsproductiviteit. Nou, als je natuurlijk intensiever werkt, dan stijgt je arbeidsproductiviteit. Je kan gewoon in een uur meer produceren. Stijging van de arbeidsproductiviteit per uur kan ook worden bereikt door innovatie van de productieproces, dus betere machines, meer werknemers aannemen of werknemers langer laten werken. Nou, het juiste antwoord is natuurlijk het gebruik van machines. Als je meer werknemers aanneemt, dan gaat de arbeidsproductiviteit niet omhoog. En als je mensen langer laat werken, kan de arbeidsproductiviteit zelfs dalen, want dan worden ze moe en dan neemt de productie per uur juist af. Dus dit zijn de juiste antwoorden. Gaan we kijken naar deze Lorentz-curve. Op de x-as staan percentage van de inkomensontvangers en op de y-as het percentage van het nationale inkomen. Het gaat om de inkomensverdeling in Nederland. Gebruik informatiebron 5 en de bovenstaande Lorentz-curve. Hier zien we informatiebron 5, verdeling nationaal inkomen in 5 groepen. Bereken het ontbrekende percentage in de Lorentz-curve. Schrijf je berekening op. Nou, wat is dat ontbrekende percentage? Dit is de armste 20%, dat is dus deze groep. Dan hebben we de groep tussen 20 en 40, dat is deze groep. En zo gaat het dus om dit getal wat hier staat. En dat is dus cumulatief deze 4 groepen bij elkaar opgeteld. We weten dat de eerste 3 groepen, deze 3, bij elkaar 45% van het totale inkomen hebben. We weten dat de 4e groep gemiddeld 39.000 euro verdient van in totaal de 170.000 euro. Dat is de optelsom van deze inkomens allemaal bij elkaar opgeteld. Wat kunnen we doen? Als eerste uitrekenen, hoeveel is 39.000 nou van 170.000? En als we dat uitrekenen, dan doen we dus 39.000 gedeeld door 170.000 keer 100. Dan komen we uit op 22,9 of zeg maar 23% als ze dat naar boven afronden. Dat betekent dus dat deze 4e groep 23% van het totale inkomen heeft. De eerste 3 hebben 45%. 45% plus 23% is 68%. Dus dat betekent dat bij het vraagteken 68% moet komen te staan. En dat zie je ook in de uitwerkingen staan. Dus eerst berekenen. Wat is het percentage van het inkomen wat de 4e inkomensgroep verdient? Dat is die 23%. En dan tellen we dat op bij die 45% van de eerste 3 groepen. En dan weten we dus dat daar moet staan 68%. Gaan we naar de volgende vraag. In tijden van laagconjunctuur wil de overheid dat mensen meer gaan besteden. De Amerikaanse econoom Milton Friedman beschrijft een manier waarop de overheid de economische groei en de werkgelegenheid in een economie kan stimuleren, namelijk helikoptergeld. Dus eigenlijk gewoon het uitstrooien van geld over de bevolking zonder dat ze ervoor hoeven te werken. In welke regel staan deze verschijnselen zo dat er een logische gedachtegang ontstaat? Nou, als er helikoptergeld wordt uitgedeeld, wat gebeurt er dan natuurlijk? Dan als eerste kunnen consumenten meer besteden. Dus het eerstvolgende wat optreedt is 1. Als consumenten meer kunnen besteden, dan neemt natuurlijk de vraag naar goederen toe. En als de vraag naar goederen toeneemt, dan stijgt de productie. Dus 1, 3, 2 is de goede combinatie. Dus dat gaat om deze. En dat is dus het juiste antwoord. Dus helikoptergeld, 1, 3, 2. En dan door de toegenomen productie neemt natuurlijk ook de werkgelegenheid toe. Gaan we naar vraag 16. Uit het onderzoek bleek dat slechts 25% van de huishoudens het helikoptergeld zou besteden. De andere huishoudens zouden het bedrag sparen. Dus dat bedrag wat wordt uitgestort. Vraag 16. In een land bedragen de gemiddelde bestedingen van de 8 miljoen huishoudens 34.000 euro per huishouden. Bereken de extra bestedingen in het land als alle huishoudens
1000 euro helikoptergeld ontvangen. Schrijf je berekening op. Nou, 1000 euro per huishouden. Maar niet alle huishoudens gaan die 1000 euro besteden. Maar 25% van de huishoudens besteedt het helikoptergeld. En we moeten de totale extra bestedingen in het land berekenen. Dus eerst 25% van die 8 miljoen huishoudens. Dat zijn 2 miljoen huishoudens. En die 2 miljoen huishoudens gaan dus 1000 euro extra besteden. Dus dat is 2 miljoen keer 1000. Dat is dan 2 miljard. Dus het antwoord op vraag 16 is eerst uitrekenen. 8 miljoen huishoudens keer 1000 euro is 8 miljard. Maar het uiteindelijk geeft maar 25% het uit. Kom je dus uit op 2 miljard. Je kan het dus ook doen zoals, op de manier zoals ik net beschreef. Dat is vraag 16. Gaan we naar vraag 17. Stel dat Leonard en Marlet beide 1000 euro ontvangen. De verhouding tussen het besteedbaar inkomen van Leonard en Marlet zou veranderen. Deze 1000 euro is voor Leonard meer of minder waard dan voor Marlet. Nou, wat we zien is Leonard heeft een besteedbaar inkomen van 19.000 en Marlet van 55.000. Als ze allebei 1000 euro krijgen, is die 1000 euro procentueel gezien voor Leonard natuurlijk een grotere stijging van zijn besteedbare inkomen dan voor Marlet. Dus dat betekent dat die 1000 euro voor Leonard dus meer waard is dan voor Marlet, omdat Leonard gewoon minder verdient. Helikoptergeld heeft dus een nivellerende werking op de besteedbare inkomens van Leonard en Marlet. Dus ook al krijgen ze allebei 1000 euro, omdat 1000 euro voor Leonard procentueel een grotere stijging is van zijn inkomen dan Marlet, zullen de inkomensverschillen toch nivelleren. Dus worden de inkomensverschillen gelijker. Dus dit zijn de juiste antwoorden. Gaan we naar vraag 18. Om de bestedingen te stimuleren kan je beter alleen mensen met een laag inkomen die 1000 euro geven. Mensen met een laag inkomen zullen namelijk die 1000 euro volledig uitgeven. Terwijl mensen met een hoog inkomen het misschien meer gaan sparen. Marlet is het hier niet met eens. Mensen met een laag inkomen zullen die 1000 euro juist minder snel besteden. Geef een argument voor de mening van Marlet. Nou, wat natuurlijk ook kan, is juist als mensen met een laag inkomen die 1000 euro er extra bij krijgen, dat dat juist voor hun een goede manier is om die 1000 euro te gaan sparen. Dus dat zou ook kunnen gebeuren, dus dat ze die 1000 euro juist niet uitgeven. En dat zou dus een argument kunnen zijn voor de mening van Marlet. Tot zover deze opgave. Top dat je hem gemaakt hebt en bekeken hebt. En tot de volgende.